Suriname is een leningsovereenkomst van $15 miljoen aangegaan met de Exim Bank van India. Het geld is bedoeld voor de aanschaf van 19 pompen voor de ontwatering van de woongebieden in Komowijnen, Nikeri en Zaramaka. Hiermee zal het probleem van wateroverlast waarmee de landbouwers in deze gebieden te kampen hebben, tot het verleden behoren. De leningsovereenkomst is in januari ondertekend door Sailesh Prasad van de Exim Bank en minister Gilmour Hoefdraad van Financiën.